De titel van mijn column is Afkomst. Ik woon al bijna twintig jaar met veel plezier in Wiegen. De gemeentelijke belastingen worden door mij keurig op tijd betaald. Ik ben lid van een Wiegese vereniging. Mijn stamcafé is gevestigd in het horecastraatje. Mijn vrouw en ik doen vrijwilligerswerk in Wiegen. We voelen ons er thuis. Desondanks word ik niet beschouwd als een echte Wiegenaar. Want ik ben geen tegenstander van een theepaviljoen langs de meer. Tenminste, als ik een man mag geloven die beweerde dat echte wiegenaren tegen dit theepaviljoen zijn. Daarmee suggererend dat de mening van onechte wiegenaren er niet toe doet. Tja, wat is een echte wiegenaar? In de kroeg wordt mij verteld dat echte wiegenaren al generaties lang in wiegen wonen. Echte Wiegenaren gaan op kermismaandag met hun familie naar het matiné bij Sterrenbos of de feesttent van het Witte Paard. Ik voldoe niet aan die criteria, dus ben ik geen echte. Mag ik dan toch een mening hebben over een theepaviljoen? Dacht het van wel. Kernachtig Wiegen is met stip de grootste partij in de Raad. Volgens een eigen site zit de partij met haar wortels diep in de samenleving van Wiegen. Voor ieder probleem wordt een wiegendse oplossing gezocht. Het is altijd wiegen wat hen bindt. Me dunkt, hoe echt wiegens wil je het hebben? Geert Gerrits is namens Kernachtig Wiegen wethouder van ruimtelijke ordening en voorstander van het Theepaviljoen. Of hij als politiek echte wiegenaar voldoet aan de kroegcriteria van een echte wiegenaar, weet ik niet. Maar een afwijkende mening heeft hij dus wel. Ik word zo moe van dit soort opvattingen. In 2003 werd ik in een column boos op een Nijmeegs raadslid. Die beweerde doodleuk in de krant: wethouder Paul de Plak komt uit Eindhoven en niet uit Nijmegen. Daardoor denkt hij alleen aan geld verdienen en heeft hij geen liefde voor de stad. Ik vond die opmerking onder de gordel, alsof iemand die niet uit Nijmegen komt geen liefde voor de stad kan hebben. Kom op, zeg. Ik neem Kader Shafiq als lichtend voorbeeld. Geboren en getogen in Afghanistan. Gevlucht vanwege het regime en 25 jaar geleden in Nijmegen terechtgekomen. Kader zet zich op vele manieren met hart en ziel in voor Nijmegen. Tijdens lezingen op middelbare scholen wordt hij wel eens aangeraden om terug te gaan naar Afghanistan, want daar hoort hij thuis. Kader antwoordt dan stevast. Jullie wonen pas 16 of 17 jaar in Nijmegen. Ik al 25 jaar. Afkomst doet er niet toe. Nijmegen is de stad waarvan ik ben gaan houden en waarvoor ik me al 25 jaar inzet. Prachtig antwoord. NEC zegt van zichzelf dat het een echte Nimweekse volksclub is. Er zijn wat probleempjes met de betaling van achterstallige huur van de Goffert richting de gemeente omdat geld uit Turkije nog steeds niet is overgemaakt. Volgens de directie van NEC wil een rijke Rus de portemonnee wel trekken. Geld is geld, denkt de directie van NEC handen wrijvend. Afkomst doet er niet toe. Zoals dat ook geldt voor iedere Nijmegenaar of Wiegenaar.